Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. Trainer en docent Sascha Tuit over het sporten op kunstgras en de weekendvoorspellingen van Rob Blankenstein. De afgelopen week was er veel discussie over kunstgras, met name over de velden met rubbergranulaat. Van de 41 kunstgrasvelden in Den Haag is op 38 velden ander materiaal gebruikt, zo heeft de gemeente laten weten. Diverse clubs in de regio hebben hangende de resultaten van een nader onderzoek al maatregelen genomen. Sascha Tuit is assistenttrainer bij Scheveningen, maar ook docent lichamelijke opvoeding en vader van een voetballende zoon. Wat is zijn ervaring? Gelukkig waar wij ons vak kunnen uitoefenen, dat doen wij op hockeyvelden. Dus daar hebben we geen last van de rubberen korrels ertussen. Ik denk wel dat daar op heel korte termijn een heel goed onderzoek zal moeten komen. Want elke ouder is natuurlijk wel ook aan het kijken van ja, wat gaan de scholen doen, wat gaan de clubs doen. Want dat we er iets mee moeten, dat lijkt me wel duidelijk. Tegenwoordig is alles slecht. Niet alleen het kunstgras, ook de voeding bij jongeren. Of is dat allemaal wat overtrokken? Nou, ik denk dat dat net even wel te overtrokken is. Kijk, we weten dat rubberbanden gewoon slecht zijn. En er is genoeg eten wat misschien minder goed is. Natuurlijk moet je er niet overal bij stilstaan. Dus ja, ik snap bepaalde clubs wel dat ze de velden eruit gooien. Ik zou toch voorstander van zijn van nou, als het onderzoek binnen 2-3 weken is. Ja, die kinderen voetballen nu ook al jaren daarop. Dus ja, of die 2-3 weken dan het verschil uit gaan maken, dat betwijfel ik. Is het logisch dat een ouder zich meer zorgen moet maken als het zoontje keeper is dan bijvoorbeeld in de aanval speelt? Nou, helemaal mee eens. En toevallig heb ik zelf ook een zoon. Die is dan wel 14, maar die is ook keeper. En als je soms ziet hoe die eruit ziet en ook zijn armen en dergelijke, ja, dan sta je daar toch wel even extra bij stil. En dan ga je toch ook vragen van, waar trainen ze op? Nou ja, gelukkig bij DWO waar die zit, is de keeperstraining nog op het gras. Dus dat is dan in ieder geval wel het voordeel. Maar ik raad sowieso aan heel goed douchen daarna. En ik kan me voorstellen dat ouders verontrust zijn. Ja. Er wacht weer een compleet voetbalweekend met interessante competitiewedstrijden op zowel de zaterdag als de zondag. Wij pikken er 5 uit en Rob Blankenstein kijkt weer in zijn glazen bol. Gaan we naar de wedstrijd op de zaterdag. Een duel in de derde divisie. Topduel tussen Scheveningen en IJsselmeervogels. Beide ploegen heel goed op dreef de laatste weken. Zowel Scheveningen als IJsselmeervogels rijgen de overwinningen aan elkaar. Er zit nu 1 puntje verschil tussen de nummer 2. Dat is in dit geval Scheveningen gedeeld met ACH en IJsselmeervogels. Beide ploegen, qua krachtsverhoudingen, hou ik het op een evenwicht. Dus de halve een drietje. Gaan we naar de volgende wedstrijd op de zaterdag. Het is een duel in de derde klasse. Een duel tussen de koplopers Velo en Diarre. Allebei gedeeld koploper op dit moment. Opvalt zijn de doelcijfers van Velo. 23 voor en 12 tegen. Terwijl de ploeg van Wim de Jong Diarre 11 keer gescoord heeft. Maar 2 doelpunten slechts tegen heeft gekregen. Ook hier bijna geen verschil in kracht. Zoals ik het nu kan inschatten. De halve een drietje. Gaan naar de wedstrijd op de zondag. Dat is het eerste duel tussen Concordia en RKDO. Duel in de rechterrijtje van de tweede klasse. Waarbij RKDO 2 punten minder heeft als de Delftenaren. RKDO vorige week een gelijkspel, terwijl Concordia onderuit ging. Ik denk toch dat de bezoekers aan het langste eind gaan trekken en een tweetje de halve. Dan gaan we naar het duel in de derde klasse tussen GCSO en Gavelin ter Vak. Duel tussen de nummer 2, in dit geval Gavelin ter Vak, en de nummer 4, GCSO. Beide ploegen maken toch wel aanspraak op in ieder geval een periodetitel, denk ik. Wat dat betreft ook weer weinig krachtsverschil, een 3,5. En dan de laatste wedstrijd in de vierde klasse tussen Wick en Eskamp. Waarbij Wick nu de tweede plaats inneemt en Eskamp op dit moment de derde positie. Wick, een ploeg van Tom Boeving die het goed doet. Hebben wel één ploeg in die klasse die daar, denk ik, een beetje bovenuit steekt. Dat is SCV in dit geval. Maar Wick sla ik toch wat hoger aan als de bezoekers uit Eskamp. De halve en 1. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Betvisie
en Sportlife Management.